Als je op Hemelvaartsdag de vesting Woudrichem inloopt, kun je niet om de vislucht heen. En het weer was goed dit jaar. Als we gaan kijken naar wat voor weer we graag zouden willen voor het kampioenschap visbakken, ja, is het dit weer. Beetje bewolkt, beetje zon, klein windje. Ja, is gewoon perfect. Het Woerkums kampioenschap visbakken is traditioneel op Hemelvaartsdag de trekpleister van de regio. De bedoeling is dat de deelnemers van de wedstrijd met ingrediënten van de organisatie een zo lekker mogelijk visje bakken. En dat lukt niet altijd. Want er zijn erbij die zijn zo erg vet dat ik ze gelijk weggooi. En wanneer je goed je best doet, dan vallen er mooie prijzen te winnen. Maar het gaat natuurlijk vooral om de eer en de gezelligheid. Ja, we zitten altijd leuk in de prijzen. We doen het voor de hobby, maar soms gaan de prijzen mee naar huis. Dit jaar werden de prijzen voor de laatste keer uitgereikt door burgemeester Noordegraaf. Het is wel de laatste keer dat dit als zelfstandige gemeente in Woudrichem plaatsvindt. Hè. Volgend jaar is dat Woudrichem een onderdeel van de gemeente Altena. Dus het is wel eigenlijk ook een beetje een bijzonder moment dat dit nu voor de laatste keer op deze manier gebeurt. Bent u dan stiekem gevraagd voor volgend jaar voor in de jury? Zover zijn we nog niet. Er moet wat te wensen overblijven. En aan het einde van de middag, wanneer de jury de buik vol heeft en alle gebakken visjes zijn beoordeeld, dan is daar nog de prijsuitreiking. Kampioen visbakken 2018 met een totaal aantal punten van 174. Jannie Timmermans. Ik had eerst, de eerste was Henk de Kok trofee daar voor de poon. Dus ja, daar heb je al goed gedaan. Maar ja, nou ik heb de eerste prijs, dat is helemaal leuk. Wat was uw geheim vandaag? Ja, een beetje op het gevoel bakken ook wel hoor. En ja, goed zout en peper, daar houden ze ook wel van, een beetje zout.